Hey, leuk dat je naar mijn eerste filmpje kijkt. Misschien ken je me al van mijn blog www.fashionandfood.nl. Het kan ook zijn dat je me nog helemaal niet kent. Ik blog namelijk over mode, beauty en gezond eten. En het leek me ook leuk om daar af en toe gewoon een keer een filmpje over te maken. In plaats van een tekstverhaal. Dus het was er eigenlijk nooit van gekomen tot vandaag. Want ik ga een heerlijk recept aan jullie laten zien. Vandaag ga ik namelijk bananenpannenkoekjes maken. Misschien heb je het wel eens voorbij zien komen op andere blogs of websites. Want nou ja, voor mij is het echt een trend online. Je leest het overal. Maar ik snap wel waarom. Want het is echt super lekker, super gezond. En ook nog eens makkelijk om te maken. Nou, welke ingrediënten heb je er dan allemaal voor nodig? Dat is heel simpel. Gewoon één banaan en één ei. Zorg wel dat je een rijpe banaan hebt. Zo, dan gaan we de banaan even goed prakken. Zo, dat is wel goed zo. Pak even een ei. Het ei ga ik even goed klutsen. Voeg ik nu gewoon de banaan erbij toe. Zo. Zo, dit is goed zo. Ik zet het vuur half hoog. De pan zet ik er vast op. Laat het lekker warm maken. Ik gebruik hiervoor kokosolie. Je kunt natuurlijk ook gewoon olijfolie gebruiken als je dat gewend bent. Zo. De pan is nu wel aardig heet. Ik pak even een opschreplepel. Ik roer het nog even goed door elkaar heen. Ik ga dus 3 kleine pannenkoekjes maken. Oh. Zo. Ik wou nog even wat zeggen over de kokosolie. Mocht je geïnteresseerd zijn, je hoeft niet bang te zijn dat gelijk je hele gerecht naar kokosolie gaat smaken. Want de geur verdwijnt gewoon. En die van mij is trouwens ook gewoon geurloos. Dus die kun je ook kopen. En grappig om te weten, je kunt kokosolie ook gebruiken als verzorgingsproduct voor op je huid. En zelfs als je droog haar hebt, zou je het in je haar kunnen smeren. Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd, maar het schijnt te kunnen. Af en toe even goed kijken wat de onderkant van de kluis. Ja, nog eventjes denk ik. Zo, dan zijn ze nu klaar om omgedraaid te worden. En laat ik dit ook gewoon even weer lekker bakken. Zo, de onderkant is ook mooi klaar. Ik pak vast even een bord. Ik leg de 3 pannenkoekjes bovenop elkaar. Zo. Het ziet er lekker uit. Ter garnering kun je nog wat lekker fruit toevoegen.
Ik gebruik het voor bosbes en frambozen. Zelf vind ik dat namelijk erg lekker. Zo. Deze komen bij uit de vriezer, want ik heb in de vriezer allemaal lekkere pakjes, allemaal verschillend fruit zitten. Erg handig namelijk. Zo. En ik zeg, eet smakelijk!